Hallo, ik ben Rolf van DNP.nl met vandaag een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met een nieuwe fudderaft. En vandaag hebben we weer een leuke fudderaft. Want ik ga vandaag een fudderaft doen met mensen met het langste haar. Ik moet de speler kiezen die het langste haar heeft. Mijn haar zit niet on point vandaag. Klootzooi. Maar dat maakt voor de video eigenlijk niet heel veel uit. Als je deze video kunt liken, zoals je al zijn Hou je bek, jongen, je kutbrommer. Als je deze video zou kunnen liken, zoals je al zijn 7500 likes zou helemaal top zijn. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe het dan zeker. Dan kan niet beneden. Ja, hier zo, even scrollen. Of op je telefoon, even van zo naar zo. En dan abonneren. Even abonneren. En join Team Belletje. Ik hoor dat Raoul Team Vinky heeft. Gay. Hashtag Team Belletje, jongens. Ik wil het weer zien in de comments. Ja, we kunnen natuurlijk niet. Nee, dit kan gewoon niet. Dat Team Vinky, Team Belletje moet gewoon blijven. Team Belletje. In ieder geval, laten we maar beginnen. Het langste haar, die speler moet ik kiezen. Hebben ze allemaal even lang haar of allemaal geen haar? Dan mag ik de hoogste kiezen. Maar ja, het is vast niet dat ik 5k de spelers krijg. Kijk, ja, de opstelling mag ik zelf kiezen. Ik ga voor deze. Ik moet er straks natuurlijk mee spelen ook. Ja, dus dat gaat leuk worden. We krijgen een kale. Oké, ja, we hebben hier dus 5 spelers. En het liefst zou ik misschien echt wel Bill kiezen. En Bill heeft ook het langste haar. Ja, het lijkt hier misschien niet zo. Maar iedereen weet natuurlijk dat hier achter nog een lekkere staart zit. Dan moet ik zeggen, als ik Bill niet had gekend, had ik waarschijnlijk niet geweten dat hij een staart had. En dan had hij alsnog wel het langste haar gehad. Want je ziet wel duidelijk wat naar achter is. Oké, we gaan voor Bill. Helemaal toppie. De kans dat we Ronaldo ook krijgen is niet heel groot. Wat hebben we hier? Oké, we hebben Lacazette, heeft niet zo lang haar. Dan hebben we dus Griezmann en Gignac. Griezmann, daar hangt wel echt iets naar beneden daar. Ja, daar hangen we naar beneden. Dus we gaan voor Griezmann. Oh, we hebben Mertens. Hier heeft Mertens best lang haar. Is dat langer dan Coutinho? Ja, het lijkt er wel op, hè? Ah, dit is lastig, man. We gaan voor Mertens. Ik denk dat Mertens het langste haar heeft. Het is lastig. Kijk, als je gewoon zo'n Ibra kijkt of zo, is het natuurlijk wel redelijk makkelijk. Maar nu is het toch een beetje pittig. Kijk, we hebben hier een kale, een beetje haar. Redelijk wat haar en een beetje haar. Dus we moeten hier voor Bender gaan. Die was enig een beetje haar. De rest was bijna allemaal kaal. Of had weinig haar. Ja, oké. Parolo heeft wel haar. Nou, deze man is voor mij 104 en kaal. Dan hebben we Koems. En die zijn allemaal fucking oud, joh. We gaan voor Parolo. Parolo, langste haar. Lekker, man. Oké, dan hebben we hier weer 5 spelers. Dat is opvallend. We hebben 5 spelers in de fudderaft. Dat had ik niet verwacht. Net Ibora wat langs haar heeft hier. Zeg maar, we zijn bovenop. Want je ziet wel echt dat het best hoog naar achter gaat. Ja, ik ga voor Ibora. Ik ga voor Ibora hier, oké. Kijk, eigenlijk eentje die niet heel moeilijk is. Duidelijk, filosofiek heeft het langs haar. Al wordt... Wie is Svensson? Mohamed van den Boren. Ja, nee, die heeft toch niet zo heel veel haar. Hij heeft wel veel haar, maar niet op zijn hoofd. Filosofiek. Oké, gaan we door. Zullen we even een duimpje omhoog doen? Oké, dit is duidelijk. Dit is duidelijk de Hummels. Eindelijk eentje die duidelijk is, had ik nou maar Alonso gehad. Maar ja, Leverkusen wordt niet gebakken. Oh, dit is lekker. En ook nog eens degene met het meeste haar. Let's go, Puyol mogen we kiezen. Ik heb nog nooit een Puyol gespeeld, dus ik ben daar best wel benieuwd naar. Oh, dat is leuk. Zin in. Even kijken. Ja, hier is sowieso Morial. Ja, kan niet missen. Sowieso Morial. Oh, die heeft ook nog eens een sterke link met Puyol. Wat hebben we hier allemaal? Dus het is duidelijk Mirante. Mirante met het langste haar. Ja, 100% zeker. Moet ik zeggen, ik doe dus het team met het langste haar. Maar ik heb dan niet echt veel spelers met echt lang haar. Ik heb Puyol. En Bill heeft natuurlijk ook wel lang haar. Dat zijn de enige twee die echt lang haar hebben. Ik heb een Neymar. Ja, die mag ik niet kiezen. Want ja, die heeft echt geen haar. Maar niemand heeft hier echt haar. Ja, Liedsteiner heeft nog meer haar. Liedsteiner. Klote. Oh. Ja, duidelijk Marcelo. Dit kan niet anders. Duidelijk Marcelo. Oké, even kijken. We hebben Ronaldo hier. Maar we hebben ook Blind. En ja, kijk. Blind heeft een staart. Heeft hij nog een staart? Ja, deze foto wel in ieder geval. Moeten we voor Blind gaan? Is jammer, want we hadden ook Ronaldo. Maar maakt niet uit. Ja, dat is de hele challenge. Ja, dat kan het jammer zijn. Maar ja, dat is wel de hele challenge. Hier, even kijken. Nou, die heeft bijna geen haar. Bijna geen haar. Die heeft niet zo heel veel haar. Dan, en Mkhitaryan ook niet. Ik denk aan Kandreva toch niet iets meer haar. Ja, we gaan voor Kandreva. Want ze hebben ongeveer wel hetzelfde. Maar Kandreva een baard. Goeie reden, Koen. Uitstekend. Okay. Oh, what the fuck. Oké, dit haar is ontploft. Maar Diamanti. Toppie. Oké, even kijken. Hier hebben we. Thiago. Ja, Rip Neymar. Krijg fysiek voor goede spelers kansen om ze te kiezen. Maar ja. Genaaid. Andersom lijkt wel alsof zijn haar best hoog is. Maar ik ga toch wel komen, want die heeft van die krullen. En als je die krullen zeg maar uittrekt, dan zijn ze vaak wel lang. Hé, koppie. De Nasri nou voor foto? Die met zijn hoofd in de bleek gaan hangen. Hij heeft wel het langste haar trouwens. Ja, oké. Hé, Nasri. Nou, dit is niet heel moeilijk. Dit is een Basta. Haar is ook zo dood en lelijk. Hé, ik ga vrij naar de kapper, jongens. Niet haten. Kijk, dit was niet zo heel moeilijk. Want ja, ik ben natuurlijk op zoek naar een speler met het langste haar. Nou, deze speler lang. En hij heeft ook eens lang haar. Helemaal toppie. Echt. Toppie. Ik geniet hiervan. Oké, laatste speler gaan we dan voor. Ja, ik denk toch Demirel. Oké. Dan hebben we dus dit team. Dan moeten we nog een coach. Even kijken. Nou, we hebben Preudom. Die heeft het langs haar. Ja, duidelijk. Preudom. Die was voor mij ooit de coach van Twente. Voor mij toen ze kampioen werden. Of was dat toen McLaren? Nee, dat was Preudom, hè? Ja, dat was Preudom. Dat was vroeger een keeper. In ieder geval, we gaan het team natuurlijk nog aanpassen. Want dat kan natuurlijk nog. Oké, in ieder geval, dit is een team waarmee we het gaan doen. Wat trouwens, waarom heb ik in godsnaam die rechtsback als ik ook langer in kan zetten?
Toppertje. O plus 3 chemistry. Dat is natuurlijk een switcher. In ieder geval, zo ziet mijn team eruit. Hiermee ga ik spelen. En laten we hopen dat we, ja, dat we een beetje goed gaan doen. Uiteraard, ik ben ook een beast. Oké, let's go naar het eerste potje. Oh, hij speelt met een gast. Oh, spanning en sensatie, jongens. Dit is niet normaal meer. Oké, daar gaan we dan. Dit is zijn team. Ik ben benieuwd. Het is een... Oké, best een goed team. Dit kan nog wel eens lastig worden, maar we gaan in ieder geval ons best doen. Daar gaan we al, Griezmann. Oké, het is 1-0. Ik speel 1 minuut en 10 seconden en ik sta nu al voor. Kijk, ik wist dat ik goed was, maar zo goed? What the fuck? Daar gaan we al. En Bill legt hem geweldig af. En dit is echt... Oh, dat was echt een heerlijk doelpuntje geweest. Kloten. Palen. Oké, Bill. Schiet hem binnen, jongen. Schiet hem binnen. Er staat een mannetje op de lijn. En dan alsnog... Marcelo. Zo. Ik trap gewoon 2 neer in 1 keer. Double kill. Voorzet. Eigen goal. Let's go. Griezmannetje. Wat een beast is het ook. Heerlijk goaltje. Geweldig voorgeven en dan een lekker eigen doelpuntje. Genieten geblazen. Bill. Reboundje. Kom op. Klote Nasri. Klote Nasri. Boertje. Oh, wat zit mijn keeper ernaast? Dit is echt niet normaal. Wat zit hij ernaast? Kut voorzet. Jezus. Wordt het nog spannend ook. Gewoon zijn eerste kans, hè. Is gewoon een kut voorzet waar mijn keeper naast zit. Nice. Love it. Let's go. Jezus. Let's go. Let's go. Oké, mensen, misschien hebben jullie wat goals heel snel voorbij zien komen zonder dat ik iets zei. Ik kwam omdat mijn microfoon uitgevallen was. Lava microfoon. Tyfus ding. Oké, dit is zijn team van twee tegenstander. Zijn verdediging is best zwakjes. Maar zijn aanval is wel goed. Kan wel eens een leuke pot gaan worden. Die vorige uiteindelijk makkelijk gewonnen. Deze gaan we ook makkelijk winnen. Let's go. Dit is kut. En dan sta ik 1-0 achter. Ja, dat is kut. Met name omdat Marcelo als rechtsback gaat staan terwijl hij linksback is. Ik snap niet waarom. Zaha scoort 1-0. Klote zooi. Nee. Ik sta 2-0 achter. Ja, dit is echt niet te geloven. Dit is echt niet, oprecht niet te geloven. Kante scoort. Ja, dit kan toch niet. Ho! Klote. Nee, dit is kut. Dit is kut. Ja, Puyol rent gewoon weg. Als 3-0 is klaar. Hoe kan nou? Terwijl ik zo goed ben in FIFA dat ik toch 2-0 achter sta. Dat snap ik niet. En ik zei ook 2-0, maar het is 3-0. Ik kom gewoon ook niet gewend dat ik 3-0 achter sta. Lang. Oh, zo, lang schiet er mij in de kruising in. Ja, bijna. Dat telt natuurlijk niet. Ik heb laatst vernomen dat bijna niet telt. Nah. Echt, alles vliegt erin. Ik sta gewoon 4-0 achter. Oké, kan niet aan. Ik ga leven. Kijk, jongens. Als je gewoon een echte pro bent in FIFA... Net zoals ik. Dan moet je soms ook gewoon je verlies nemen en gewoon lieven. Want dit is echt om te janken gewoon. Ze gaan 4-0 achter. Doei! We krijgen wel packs. Nou mooi, kunnen we nog even een legend packen. Dat is wel nice op zich. Komt ie, de allereerste. Komt de legend. Net geen walkout. Wel bijna. Non-rare. We hebben een rare. We krijgen... Areola. Nice. Mensen, ik hoop deze video leuk vond. Als je hem leuk vond, geef hem zeker niet te liken. 700.000 likes. Super anders. Dan moet ik zeker lukken. Ja, ik... Ging niet heel lekker op FIFA vandaag. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Wil je nog meer van mij zien? Klik dan op een van deze twee video's. Hartstikke mooi allemaal. Ben je nog niet op mij geabonneerd? Dat staat, kan niet. Nee, niet hier. Hier zo. Als je daar dan op dat logoetje klikt. Hartstikke mooi. Je kan er ook abonneren staan ernaast. En dat is echt leuk. Ja, dan. Ja, leuk man. Ja, leuk. Ja, dat is echt. Doei!